Oh, een crit. Ja, fuck it. Moeten we straks volgens mij in het stadje tegen Hou vechten en ietsje later tegen Gladion. Miauw, hey, hoezo heeft zij nou weer een Kantonian, miauw? We zijn hier in Alola, doe eens even normaal. Oh, hij is hier maar flinched, hè? Dat kan ik wel zeggen. Oh, dat deed heel veel damage. Ja, dat is natuurlijk best een goede aanval voor low level. Ah, oh, nu flincht hij me wel, wat een bitch. Kijk, level 17. En Zubat ook. Jammer dat hij nog niet geëvalueerd is. Wacht, deze ook maar even bevechten. Alle XP'tjes helpen. Een Rattata. Ah, ook al een Kantonian. Oké. Okay. Grappig, die afwisseling. Dat is echt het... Oeh, gelukkig dat ik niet geswitcht heb. Dat is echt het grote nadeel van... Gen 7 is dat die Pokémon's allemaal zo langzaam zijn. Je krijgt ook zowat geen XP. Dat is op zich niet erg. Oké. Okay. Let's go. Eromheen. Zo. We zijn al bijna bij het stadje. Eerst wilde Pokémon's. Nee, dat valt mee. Oh. Hier kan je ook dingen vinden. Hoe heet die? Eevee. Weet ik toevallig, want ik heb hier mijn shiny Eevee gevangen. En wij waren met deze vieze Lillipup opgezadeld. Waar niemand iets op heeft. Oh nee. Doe eens even normaal. Oh. Een energy root. Ik ga heel eventjes die gok niet wagen. En heel even switchen. Laten we Arrow maar eventjes voorop zetten. Oh, dit is ook een trainer. Beetje jammer. Cook Ernie. Met een cutie fly. Oh. Dat deed in ieder geval wel veel damage. Hadden wij nou eigenlijk de Flyninium Sea gevonden de vorige keer? Want die kan natuurlijk wel heel erg nice zijn straks tegen de Grass Trial. Dan gaan we heel even checken. Ja. Daar hebben we nu wat meer aan de Flying EMC. Oh, hou alsjeblieft. Of heal me, of laat me heel even met rust. Hij hield me. Nice. En nu moet ik tegen hem vechten, zeker. Brion, eerlijk gezegd, vind ik echt vet. Alleen Primarina vind ik echt vies. Een Razorleaf. Oh, hij heeft een priority move. Nou, dat was Brion. Oh, we moeten straks ook nog tegen Type 0. Hoe gaan we die dan weer verslaan? Pikachu. We hebben geen grondaanval, hè? Wacht. We hebben wel een grondaanval. Pika! Mut, slaap, slaap, slaap. Klaap, klaap, klaap. Oké, dat deed niet al te veel damage. Nou, ik wou die opmerking net maken, Raichu. Het valt op dat in de nieuwere games altijd de zwakke start kiezen. Ja, dat klopt. Ik bedacht me dat net ook. Ik wou het ook nog zeggen, maar ik zei het niet. En toen zei jij het. Oh, een crit.
Nou, laten we die super potions dan ook een keer gebruiken. Ja, nu moet ik zeggen, Ultra Sun en Moon zijn wel een stuk moeilijker dan Sun en Moon. Zeker met de trials. Dus ik vind het niet heel erg op dit moment. Maar ik had wel hetzelfde idee. Van, waarom doen ze dat eigenlijk? Oh, is hij ook nog eens niet dood? Oh, dat is zo kut. Heb ik Quick Attack? Nee, hè? Als hij mij nou crit, ben ik echt genaaid. Oh, hij heeft ook Quick Attack. Oké, okay, Pika is ook dood. Chomper level 16. Kijk, dat gaat best snel. Noibat. Ja, zeker. En Chomper, want die heeft een fairy aanval. Dat gaat toch oké. Okay. Kijk, dat is tenminste damage. Oh, ben ik geflinched, vies. Ja, maar die twee legendary Pokémon, die gebruik jij ooit legendary Pokémon in een playthrough? Ik ken geen mensen die dat doen. Ja, misschien jongere mensen, zeg maar. Maar ik gebruik nooit legendary Pokémon in mijn playthrough. Kut, wie kwam er nou? Z-Power! Supersonic Sky Strike! Omdat het kan. Do the dance. Woosh. Dit duurt allemaal zo lang, hè. Wil je gaan deze Eevee decimeten? Ja, tuurlijk! Hij moet kapot! Nou, Brion, je bent ook dood, dus ga weg. Even kijken, wat is hier links? Is hier... Oh, kut. Niet veel... Oh, ik hou zo van Alolan Ninetales, die vind ik zo vet. Yo, zwek. Laat me alsjeblieft met rust, want ik wil eerst healen. Dat heb ik niet gedaan, nu ben ik boos. Yo. Nee, oké. Eerst healen en dan gaan we dan kijken of we die bitch kunnen helpen. Ja, dat zijn die yo-yo's. Yo, swag. Is het ook een dubbel battle? Want dan word ik echt boos. Nee. Hij heeft maar één Pokémon? Serieus? Ik heb het gevoel dat ik niet serieus genomen word. Level 14 ook. Doei! Wieuw! Doe eens normaal, jonge Kees. Oh, wat cute. Mag ik jou nu hebben of niet? Nee, dat is jammer. Dit is een sidequest die ik waarschijnlijk niet eens hoef te doen en niet wil doen. Peniola Ranch, wat betekent dat ik weer een Pokémon mag vangen. Maar eerst moet ik tegen haar vechten. Laat ik heel even een andere Pokémon voorop zetten. Welke Pokémon zal ik voorop zetten? Ja, Zubat is nog te zwak, dus dan gaan we Chomper even trainen. Elisabeth. Met een Carbink. Nu heb ik een stalen Pokémon, dus dat is helemaal nice. Ik heb alleen geen stalen aanval, dat is weer een beetje jammer. Fairy Wind dan maar. Oké, dit heeft geen zin. Nou, dan wordt het gewoon weer de arrow knop. Wow, doe eens even normaal, jongen Carbink. Een beetje stoer doen met stenen lopen gooien. Niet eens one hit KO. Level 21. Ik mag hier een Pokémon vangen. Ik hoop dat het wel een coole Pokémon is. Oh. Ik moet eerst waarschijnlijk iets voor hem doen. Nou, heb je Mellow. Marshmallow. Hallo. Het is fantastisch. Krijg ik nu... onbeperkt moemoe milk of niet? Oh ja, die onzin, ja.
Is hier nog iets? Ja, daar wel een sticker, maar die hoef ik niet. Nee, verder is er niks interessants, hè? Nee. Ik zie daar een Rockruff. Zou dat betekenen dat je hier Rockruffs kan vangen? Komt-ie! Welke Pokémon mag ik vangen? Een Mareep! Die is nice. In ieder geval om als backup te hebben als... Grubbin ooit doodgaat. Natuurlijk crit ik. Ah, oh, sterk. Wel een goede ability. 1. 2. 3. Nice. Oh, kut. Dan moet ik nog tegen die bitch vechten. Nou, oké. Okay. Stoutland is zeg maar de item finder. Met Bray. Oh, die hadden we ook nog hier tegen kunnen komen, ja. Nee, dan ben ik wel blij met mijn Reap. Ik zou een vuur-Pokémon goed kunnen gebruiken, eigenlijk. We gaan voor de... Als ik überhaupt raak, voor de flinch. Maar dan ben ik natuurlijk ook slow, maar ik heb dit niet goed doordacht. Double kick! Doe eens even normaal, Mudbray. Denk je dat ik dat pik? Hier, jonge Mudbray, een beetje stoer lopen doen. Zubat level 13 en hij leert Wing Attack. We houden van Wing Attack. Rennen! Zie! Ah, kijk, hier is de daycare. Dat is op zich wel nice, want dan kan ik eventjes mijn Mareep lozen. Nou, we hebben in ieder geval wel een goede backup, mocht er ooit wat gebeuren. En mochten er ooit casualties komen. Dan moeten we rechtdoor, toch? Ja, yeah. Laten we vechten. Kom vechten dan, jonge bitch! Oh, wacht, ik ben natuurlijk nog steeds geparalyzed, omdat ik niet geheeld heb. Nee! Trouwens, heftig dat de bug in deze generatie gewoon zo laat pas voor de eerste keer evolueert. Oh, dat is echt veel damage. Ja, ik ga het gewoon op safe spelen. Ik denk dat dat het slimste is. Nightshade. Hij gooit met de shade, hoor. En de foulplay. Oh nee, Forestore. Waarom hebben deze random trainers Forestores? Oké, wacht. Ik zit nu één ding te bedenken. Is de tweede trial niet de water trial? Voordat we de gras trial krijgen? Of is het onzin wat ik nou zeg? Ik weet het gewoon niet meer. Wel jammer dat je hier niet kan healen, overigens. Dat betekent dat ik even terug naar de stad moet. Nou, laten we Stoutland maar pakken. Oh. Het zou op zich best wel nice zijn, denk ik. Heb ik goede... Ja, ik heb natuurlijk een gras-Pokémon en een elektrische Pokémon. Dus die zijn allebei wel handig voor de water-trial, zeg maar. Dus ik ben heel even aan het denken of ik eerst de water-trial krijg of de gras-trial. Yo, 100 bitsies! Dankjewel, Paddy. Wat aardig van jou. 3 keer raden wie terug is. Het is onze Paddy boy. Oh, verkeerde knopje. Nee. Het klinkt meer als een schaap dan als een donkey, maar dat zal wel. Oh, ik dacht heel... Ik las het niet goed. Ik dacht, hij doet guillotine wat. Maar gelukkig niet. Oké, okay, Parallel is Gonzo. Oké, Paddy, jij weet veel van Pokémon. Wat wil ik vragen? Komt eerst de water trial of eerst de gras trial? En waar zit de name rater? Dat zijn de twee dingen die ik wil weten.
Eerst water, oké, okay, dat is wel echt erg positief. Daarna vuur? Nee toch. Holy shit, dat wist ik helemaal niet. Oh, dat is echt kut. Tenminste, die water is wel chill, maar die vuur is niet chill. En dan moet ik nu tegen Glady in. Met een type 0. Ik ben Gladian en ik ben boos. Wel een cool muziekje. Iets met mij is altijd goede content, Perry. Dat is het enige wat ik daarover heb zeggen. Oh, het was een Zorua. Wat een bitch. Nou, Zorua is Gonzo. Luchtaanval. Oeh, daar heb ik niet over nagedacht. Even rustig switchen, niks aan de hand. Oké, okay, en dan komt ze type 0. Bazinga. Acrobatics, die is wel nice als je geen item bij hebt. En mudslap is erg zwak, dus dat doen we. Je tackle tegen mij doen, hè? Huh. Nou, ik ben in ieder geval in een goede mood, want de water trial is next, dus dat is wel super chill. Dat deed pittig weinig damage. Hij is natuurlijk ook al level 18, dus dat is ook al een pittig leveltje.